Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan. En vandaag gaan we eigenlijk een beetje reageren op mijn voorspelling van de Jupiler Pro League van die ik in oktober heb gemaakt. En daarop had ik Beerschot op de 18e plaats gezet. Beerschot is natuurlijk gedegradeerd naar 1B. Dus dat klopt al. Op de 17e plek had ik Serij gezet. En dan moet ik eventjes nazien. 1A. Dan moet ik eventjes nazien de standen. De reguliere competitie. Serij had dus, stond op, dus op 17. Dus ja, dat klopt wel. En dan had ik... Die hebben tegen de gradatie gewerkt. Op de 16e plek had ik dus Cercle Brugge gezet, zoals jullie konden zien. Maar daar is Zulte Waregem geëindigd. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel... Ja, het was al één ding van de voorspelling mis. Dus ja, let's go. Op de 15e plek had ik AA Gent gezet. Daar is Eupen geëindigd. Dus ja, en Gent is vijfde geëindigd. Dus... Oh, tien plekken verder dan dat ik ze gezet had. Wow. Dat was ook met de Conference League wedstrijden en zo. Op de 14e plek had ik Zulte Waregem gezet. Daar stond nu Staudaar. Dus ja, 2-3 voorspellingen al minder goed. Dus hopelijk op nummer 13 dat we iets beter hebben. Op de 13e plek had ik KV Mechelen gezet. Maar op de 13e plek staat nu KV Kortrijk, dus ook weer een voorspelling dat misgelopen is. Op de 12e plek had ik Sint-Truiden gezet. Daar staat nu Oostende. Dus ja, ook weer een foute dingen. Dus ja, let's go. Op de 11e plek had ik Den Antwerpen gezet. En die zijn vierde geëindigd. Wow. En op de 11e plek stond OHL nu, dus ja, let's go. Op de 10e plek had ik OHL gezet, daar staat nu Cercle, dus ja, ik had echt mijn voorspelling wel een beetje fout gedaan. Op de 9e plaats had ik Oostende gezet, en daar staat nu Sint-Truiden, dus ja. Op de 8e plek had ik Charleroi gezet, zat ik redelijk dichtbij. Die stonden op de 6e plaats, dus Genk op de 8e plaats. Ja, weer al een voorspelling die klopte. Kortrijk had ik op de 6e plek gezet. Die zijn dus op de 13e plek. Op de 7e plek had ik Kortrijk gezet. En ik had daarmee gewisseld. Dus ja. KV Mechelen op de 7e plek. En Kortrijk op de 13e plek. En had ik 6e gezet? Staat daar op de 6e plek gezet. Daar staat nu Charleroi. Dus ja, ook niet goed. 14 is dan daar. 6e plek is Charleroi. Eupen had ik een vuile plek gezet, daar staat nu Gent. Dus ja. Nu komen we aan de top 4, de belangrijkste ploegen. Op de 4e plek had ik Anderlecht gezet en een plaatsje lager dan waar ze nu staan. Dus op de 3e plek is Antwerpen gekomen. Dus ja. Op de 4e plek staat nu dus Antwerpen. Union had ik op de 3e plek gezet. En ja, die zijn op de 2e plek dus geëindigd. En ja. Nee, eigenlijk. Gent is op de 1e plek geëindigd. Allee, op de 5e plek. Genk op de 6e. Charleroi op de 7e. En Mechelen op de 8e. Maar dat was een reguliere competitie dat ik had gezien. Op de 2e plek had ik Brugge gezet. Dat is die zijn 1e. En als kampioen had ik gezet. Genk had ik als kampioen gezet. En die zijn als 6e geëindigd. Dus ja... De reguliere competitie had ik eigenlijk niet goed. Ik heb er maar een paar eigenlijk wel goed gehad. Ik ga dat eens narekenen hoeveel ik er eigenlijk goed had. Dat kan ik wel in editing zien, dus ja. Dit was zo'n beetje de video. Ik had dus op mijn gsm mijn Jupiler Pro League voorspelling opstaan. Dus ja, ik heb er heel veel fout gehad, dus... Ja, dat hoort bij mijn voorspelling, dus ja, hopelijk kan ik volgend seizoen een betere voorspelling doen, als ik weet welke ploegen dat er in 1A zitten. En ja, dan kan ik misschien een betere voorspelling doen. En ja, ik zie jullie guys in de volgende video maar weer. Deze video komt er snel nog tussendoor,
Die gaan nu dinsdag online komen. Dinsdag. Ja, die gaat zo snel mogelijk online komen. Dan kan je eens kijken welke dinsdag dat die online komt. Dinsdag 31 mei staat deze video eigenlijk al online. Omdat ja, het is nu een beetje na het seizoen. En ik wil nog sowieso voor het volgende seizoen blijven. Dus ja, het is nu nog een beetje relevant. Dus 31 mei komt deze video sowieso online. En ja, ik zie jullie guys graag in de volgende video maar weer terug. Mijn naam is dan altijd Dylan. En ik zie jullie guys dan. Bye bye!